één maand op de lagere school gezeten bij meneer Joling. De Joling heeft waarschijnlijk wel goed lesgegeven, maar ze waren daar verschrikkelijk achter met de leerstof. Dus toen zei ik tegen mijn vader, ja, hier heb ik eigenlijk weinig aan. Dus toen zei hij, heeft mijn vader voor mij een plek gezocht op de Aloysius school van de Broeders van Huibergen. Heel bekend, die school staat nog. En die lag aan de Havermansstraat. In Breda, achter de Sint-Annekerk. De Sint-Annekerk, gebouwd door Toon Smits, een zoon van een bierbrouwer uit de Serrastraat. In de Aloysius school, was dat een grote overgang? Nou, er waren niet allemaal paters hoor. Er waren Broeders van Huibergen, wie er zetel was op het Jan Egenusplein, een hele groot gebouw. Maar er waren ook leken onderwijzers, onder andere meneer Manning. Die was een bekend historicus hè, in het hele land. En dan had je ook nog een andere onderwijzer, meneer Tax. Hij zat in de vijfde klas, geloof ik. Natuurlijk in de vijfde klas, hè. Er werd natuurlijk aan de jongens gevraagd, wat gaan jullie doen als het hier afgelopen is? Dus toen heb ik het natuurlijk met mijn vader over gehad. En die heeft zo eens rondgekeken en geïnformeerd ook. En die zei toen, ja Frans, maar je kunt toch maar het beste, denk ik, naar het lyceum gaan. Dat is het OLV, Onze Lieve Vrouwen Lyceum. En dat bestond pas een jaar of 8, geloof ik toen. En dat was net gebouwd in het Wilhelminapark, hè. Paul Windhausen, was hij daar toen al tekenleraar? Ja, was dat ook, hè. Tekenleraar, ja. Heeft u les van hem gehad? Ja. Ik weet niet hoeveel kinderen er in de klas zaten. Ik denk toch wel een 25. Toch wel gauw. Maar ja, Windhausen kon natuurlijk niet voor ieder kind zijn, meelevend en behulpzaam zijn. Hè? Hij woonde in het Wilhelminapark, hè? Windhausen. Het was een school voor katholieke kinderen van katholieke ouders. Er waren enkele niet-katholieke kinderen op. Alleen jongens natuurlijk, hè. Meisjes, dat kon nog niet. Die gingen naar Roosendaal, naar het Gertrudis Lyceum daar. Dus daar hadden we geen last van die meisjes. Ja, dat is pas later gekomen natuurlijk. Wist u al dat u iets in de geschiedenis ging doen, toen al? Nee, dat wist ik niet. Nee. Toen ik naar de derde klas gymnasium ging, toen is het ontstaan. Dus toen zei ik tegen mijn vader, ja, ik wou archivaris worden. Wat is dat? Zei de vader natuurlijk. Ja, hij moet, ja. Ja, mijn vader vond dat nog niet zo'n leuk idee, hè. Maar ja, de verhouding was de conservatrice van het Stedelijk Museum aan de Grote Markt. En juffrouw Mijnsen was toen al een jaar of, nou, een jaar of 6, denk ik, stadsarchivaris. Mijn belangstelling was zeer groot. Ik ging door het museum, had maar één verdieping, geloof ik. Ja, begane grond. De verdieping daarboven en de hoger kon je niet. Dus ik was daar. In het begin ben ik er één of twee keer geweest, maar ik vond het allemaal zo boeiend. En ik nam een boekje mee en ik schreef alles op wat ik daar vond, en dat Breda in 1625, oh Spinola, ja, oh ja, en dan de hele geschiedenis van de stad kon je daar een beetje aflezen uit wat er opgesteld stond. Dat was heel even boeiend, ah, voor mij boeiend, ja. Een jaar nadat ik al regelmatig op het museum was gekomen,
kreeg ik toch idee om met juffrouw Meinsen kennis te maken. Dus toen zei ik tegen juffrouw Houwing, ja mevrouw, het is toch wel prettig als ik nou, ik kom vaak bij u en ik ben u zeer dankbaar voor alles wat u mij hier al geleerd heeft. Maar ik zou het toch ook wel prettig vinden als ik het stadsarchief eens mag bezoeken. Oh ja, zei ze natuurlijk, jongen, doe maar. Dus toen heeft ze hier voor mensen ingelegd dat ik zou komen. En ik werd ook heel vriendelijk ontvangen. En toen ben ik al spoedig daar, heb ik het oud schrift leren lezen. Ja, dan moet je het natuurlijk kennen, want anders kun je niet op een oud archief aan het werk, hè. Woensdagsmiddags, dan ging ik aanvankelijk naar Prinsenhagen. Naar het raadhuis in Prinsenhagen, waar het archief van Prinsenhagen lag, toen nog. En ik had veel steun van de gemeentesecretaris, meneer Sterkens. En toen is daar mijn belangstelling voor de geschiedenis van Prinsenhagen ontstaan. En een belangrijk punt was toen, in die dagen, voor mij wat er zoal gebouwd werd en verbouwd en wat echt oude panden waren. Toen ik dus in 1937 eindexamen gedaan had, toen sprak ik erover met mijn vader. Ja, toen zei hij, wat wil je nou gaan doen, Fransje? Ja. Ik zei, ja pa, ik wil archivaris worden. Wat, zei hij? Archivaris. Ja, zo moest er over gesproken worden, hè. Nou, daar was het geld niet voor, hè. Dat was het ergste. Toen ben ik volontair geworden aan het Rijksarchief in Noord-Brabant. Ik moest dan het examen doen van wetenschappelijk archiefambtenaar, der tweede klasse. Dat was een tijdschrift, bestaat nog, hè. Tijdschrift voor archivarissen. Ja, daar werd ik dan, ben ik op geabonneerd toen. En daar heb ik daar veel uit kunnen leren. Wat in het archiefwezen gebeurde, wat een archief was, hoe je er moest mee omgaan, wat er over gepubliceerd werd. Nou ja, allerlei dingen die verband hielden met wat, als je later archivaris wil worden, nodig waren.